Ik zit hier met Erik Holdeg en we zitten in de huiskamer van Erik. En achter jou zien we een beetje jouw handel staan, toch of niet? Ja, je kunt het handel noemen. Het is onze kledingruilwinkel. Ja, en wat zijn jouw plannen? Onze plannen zijn eigenlijk heel simpel. We zijn, binnenkort zijn we een stichting. En we gaan op dat moment bezig met het ruilen in de ruimste zin van het woord. Niet alleen het ruilen van kleding, maar eventueel ook het ruilen van goederen en diensten. Ja. En hoe slaat dat aan bij zeg maar, de Achterhoekse munt? Want jij had iets over de Achterhoekse munt. De Achterhoekse munt en het vasteltje zijn eigenlijk twee dingen die op dit moment naast elkaar spelen. De Achterhoekse munt is bezig met business to business en wij zijn daadwerkelijk bezig met people to people. Mm-hmm. En dat wil eigenlijk zeggen dat we elkaar ergens middenin tegen gaan komen. En dan kunnen we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja, en noem eens een voorbeeld van wat jullie zouden kunnen betekenen voor de gemeente Oude IJsselstreek. Wat wij zouden kunnen betekenen voor de gemeente Oude IJsselstreek is dat wij op dat moment mensen de mogelijkheid geven om bij ons kleding te kunnen ruilen, zodat ze op dat moment geld overhouden voor andere dingen of juist een paar echt goede schoenen of juist een paar goede kledingstukken te kunnen kopen. Want jij zei net het voorbeeld van een moeder die kon geen winterjassen kopen voor haar kinderen. Dat soort voorbeelden moet je dan aan denken. Ja, dat zijn de voorbeelden waar wij op dit moment ook op inspelen. Mensen weten niet van elkaar dat ze spullen hebben die ze kunnen ruilen. En wij proberen eigenlijk daar de tussenliggende schakel voor te zijn om die mensen in contact te laten komen. Dat ze bijvoorbeeld met elkaar kleding kunnen ruilen. Ja, en heb je ook een website? Ja, die hebben we. Dat is www.vasteltje.nl. Hmm. En we zijn op Facebook te vinden. Ja, en jij zoekt ook eventueel nog een winkelpand, toch? Ja, we zijn op zoek naar een winkelpand. Die willen we natuurlijk heel graag in vasteltjes betalen. Dat wil zeggen dat we eigenlijk daar geen huur voor willen betalen, maar eigenlijk een soort bruiklingenovereenkomst willen hebben. Ja, ja. Nou, dankjewel voor dit korte gesprek. Niks te danken.